een van de prioriteiten van de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Patrick Pengel, is de imagoverbetering van het ministerie. Verder zal hij werken aan een betere dienstverlening naar de samenleving toe. De minister sprak vanmorgen op het presidentieel paleis na de beëdiging van Antoine Elias als minister van Volksgezondheid. Pengel zegt dat het geen goede zaak is dat het ministerie van OW een negatief imago heeft. Het is geen goede zaak. Geen goede zaak voor ons, de plek waar wij elke dag naartoe gaan, dat er zo'n groot negatief imago boven ons ministerie hangt. We zijn er met z'n allen voor verantwoordelijk, maar ook als samenleving. En het is niet utopisch bedoeld, ik denk dat we een paar dingen gewoon procedureel moeten verbeteren. En ook onze eigen interne controle, dat we dat ook beter in place brengen, dat wij elkaar controleren, zeg maar. En dat we onze dienstverlening naar de gemeenschap ook gaan oppoetsen. Want soms komen mensen en ze hebben een bepaalde behoefte, maar ze weten niet bij welk loket ze moeten zijn. Soms moeten mensen heel lang wachten op een aanvraag. Ik vraag me af waarom. Dus dat we dat soort dingen transparant maken, ook voor de burger. Of het nou via een website is dat je de status van je aanvraag kan zien. Of dat je een nummer kan bellen dat werkelijk opgenomen wordt. Noem maar op, of dat mensen teruggebeld kunnen worden wanneer ze een klacht als buurtbewoner hebben. De minister zegt dat het bijna niks kost om de dienstverlening naar de samenleving toe te verbeteren. Het zijn procedures die ingezet moeten worden. De bewindsman zegt verder dat er ook technische prioriteiten zijn. Zo wil hij preventieve maatregelen treffen voor ontwatering. Wat zijn de extra maatregelen die we kunnen treffen? Ik weiger om het erin te berusten dat we bij elke regenbui maar gewoon ons maar erin moeten berusten dat de stad onder water loopt. En ik wil ook gewoon met de buurten in de buurten gaan, met de buurtcentra gaan praten, met de commissariaten. Hoe we ook onze burgers weer brengen naar het punt dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor onderhoud van hun berm, voor hun huis. Maar ook als er een sloot daarvoor loopt, kan een klein kanaal, kan een groot zijn, kan een groter kanaal zijn. Dat we samen met de commissariaten als burgers ook dat gedeelte voor ons rekening nemen. Wat voor ons huis is. Want ja, oké, het is leuk. Soms claimen we het trottoir aan de overkant dat aan de kreek ligt. Mooi, want dan kunnen we een mooie pergola daar bouwen. Maar zodra de trends beginnen, dan nemen we geen ownership meer. Ja, dat kan niet. Tot zover minister Patrick Pengel vanmorgen op het presidentieel paleis.